Bij een steekpartij in Kuik is een man van 20 uit Kuik om het leven gekomen. De politie heeft twee mannen opgepakt. De politie reed toevallig rond in de wijk. Buurtbewoners riepen de agenten omdat hun ruzie compleet uit de hand was gelopen. Een man lag zwaar gewond op de stoep, op de hoek van de Botdrager Dreef en de Schilder Dreef. Agenten probeerden hem nog te redden, maar hij overleed op straat aan zijn verwondingen.